Yo, Daniel is mijn offscreen aan het vet shamen zoals altijd. Ja, niet offscreen, onscreen. Ja, nu is hij onscreen omdat ik hem heb aangezet, maar. Ja. Wow. Oké. Dat is een legendary beast. Oké. Cool. Hij heeft wel domme schoenen aan, dat dan wel. Dat zijn gewoon zijn hoeven. Oh, hij heeft wel domme hoeven. Jij hebt een domme kop, jongen, flikker. Ja, dus, wat is mijn probleem? Dat ik een domme kop heb, I guess. Je bent wel echt zwak. Oh, ik zwak, had gehoopt dat veel meer damage zou doen. Ja, dat is waarschijnlijk omdat je verkeerde dingen gebruikt. Hij is steel, zo te zien. Dus misschien moet je niet die moves, dan moet je een andere Pokémon, een vuur Pokémon bijvoorbeeld inzetten. Is maar een idee, white Pokémon. Ga je hem vangen, echt? Kom op, als je hem al gebruikt. Waarom zou je hem vangen? Want ik wil weten of hij steel is nu. Tuurlijk, maar hij gebruikt een steel move. Oh, gebruik je nu een steel move, ja? Ja. Oh ja, hij is steel fight. Nou ja, deze gaan we niet gebruiken, denk ik, hè? Nee. Doe niet. Sure, kan. Ik vind het goed, hoor. Maar voor wie moeten we vervangen, dan? Ik weet niet eens wie in ons team zit. Wil ik even laten zien? Ik zal eens even deze zeehond doodmaken. Je ziet er eigenlijk dom uit. Jij ziet er ook dom uit, maar we zijn ook bevriend, toch? Ja, true, dan moet je hem vangen. Ja, ik heb hem doodgemaakt. Plus ik kan van die kleuter kan ik haar Pokémon na. Technisch gezien op kracht zou ik wel winnen, maar. Echt? Ik denk het niet. Met je rare handjes. Wat is dat? Elektriciteit. Die kunnen we die wegdoen. Was fighting a steel. Oké, daar hebben we elektriciteit voor nodig, nergens. Oké, dan doe die weg, is goed. Die was toch zwak. Ja, ziek zwak en misselijk. Alleen hebben we geen naam gegeven aan die Mongool. Nee, maar dat doen we dan zometeen wel eventjes offscreen via dat hackprogramma. Wow, wat? 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 Ik zei niks. Zal ik vast een naam verzinnen dan? In de ja, ga jij vast een naam opzoeken en dan gewoon doorklikken tot je echt een goede vindt, ja? Oké. 333-WCHR. Dat is perfect. Is dat je telefoonnummer of wat? Is het 333 jaar voor Christus? Oké, ik weet niet waarom, maar goed. Oké, in plaats van elektriciteit. Oh, ik dacht dat cannabis, maar cabanis staat hier. Cannabis, zo kan ik hem ook noemen. Waar mij echt niks uit. Hoe noem jij je piemel eigenlijk? Hoe ik mijn piemel noemde? Ja. Met Dollo? Heb je geen naam? Oh, gewoon letterlijk hoe mijn piemel heet. Mm-hmm. Stefan Senior. Senior nog, hij is ben je piemel first geboren dan of wat? Hm? Ben je piemel first geboren dan of wat? Ja. Eigenlijk heb ik mijn eigen moeder in de baarmoeder bezwangerd. Zo. Oké. Okay. Ja. Diep. En toen werd ik zelf geboren, snap je? Het is echt een heel ingewikkeld technisch verhaal, man. Kut. Dat is wel diep, maat. Mm-hmm. Ik heb denk ik een goede naam voor hem. Vertel. Die hebben we pas. Guus Zegers. Guus Zegers. Ja. We kunnen hem ook wel Guus noemen, dat is ook... Was een Nederlandse middellang afstandsloper. Ik weet niet wie Guus Zegers is, ja. Echt, hoe dat dan? Dat is een middelmatige afstandsloper, is dat. Waar komt die vandaan dan? Nederland. Oh shit, man. Hey, ik zei dat ik het wist. Echt, hè, niet normaal. En in 1929 had hij een record. Oké. Okay. Voor? Hij heeft, ja. Maar hij had dus ook een oudere broer en die heette Jan Zegers. Oké. Okay. Dus je kan hem ook Jan Zegers noemen. Met twee E's. Drie E's. Ik vind Guus wel een mooie naam. We kunnen hem ook Guus Meeuwers noemen. Nee, Guus Zegers. Nee, weet je wel wie Guus Meeuwers is? Ja, dat is die ene rare band, toch? Die, Help, nee, wat moet ik doen? Die was toch bij Ali B en die hebben samen mensen gedild of zoiets? Nee, dat is Marco Borsato. Wat? Oké. Hetzelfde, toch? Nee, Guus Meeuwers is van Krijgerdeng. Dat is die Brabant. Typisch Brabants nummertje is dat. Ja, precies.
Oh, Sunflora. Oh, kijk, die kunnen we met Metal Claw even finishen. Weet je wie nog meer Brabants is trouwens? Jij. Nee, jij bent Limburgisch. Ja, precies. Simon. Simonus. Dat is wel meer damage, zou ik doen, eerlijk gezegd. Hey, Simonus nog? Ik heb toevallig gisteren nog met Simonus geappt. Ja, ja, dat is gezellig. Ja. Hij zei van, ik woon samen met mijn vriendin. Ja, chique. En toen vroeg hij mij van, hoe is het met jou? Van, ja, ik ga volgens jou ook met jouw vriendin samenwonen. Ga je met zijn vriendin samenwonen? Ja. Ik weet niet wie zijn vriendin is. Ik hoop dat ze lekker is, anders heb ik mezelf nu in de vingers gesneden. Ja, zelfs al is dat niet, zelfs al vind je dat niet, hè. Dan moet je nog steeds samen met Simon. Dus dat is wel een win-win, hè. Ja, precies, weet je. En nu moet ik ook wel. Nu moet ik ook wel samen met Simon gaan wonen, hè. Ja. Maar is dat erg? Nee. Nee. Gaan we Simon lol hebben? Waarschijnlijk wel. Simon is aardig geduwd, dus. Ik bedoel, ik had altijd al graag met een groep autisten willen wonen. Maar Simon is niet autistisch. Simon is zeker wel autistisch. Nee. Simon heeft volgens mij ook autisme, hoor. PDD, Jongen, dat is toch allemaal hetzelfde, maatje. Oh, oké, okay, sorry. Maar... Maar... Jij woont al samen met autisten. Nee. Je vrouw is redelijk autistisch, die wil niet eens de groeten terug doen. En jij bent sowieso autistisch. En laten we wel wezen, Stefan. Je jongste dochter kan er niet eens praten. Ik bedoel, als dat niet een vorm van autisme is... Mijn jongste dochter kan vet goed praten. Ja, ja, weet je het zeker? Heb je ooit een volledige zin uit erop gekregen? Nou, toevallig begint ze daar steeds vaker mee. Ja, ze begint er nu pas mee, hè. Als dat niet autisme is, weet ik het ook niet, man. Dat is gewoon normaal, hè. Collega's, dat is gewoon normaal, hè? Hoezo ben ik nou echt confused? Het is normaal van autist. Het is normaal van autist, misschien, Stefan, maar... Normale kinderen praten gewoon nog, Stefan. Could escape, hoe dan? Ja, maar dat moeten we nog een keer doen. Moeten we eigenlijk gewoon een keertje in de middag opnemen en dan kijken of Simon er is. En dan gaan we nog een keertje Pokémonnetje met hem gooien. En dan gaan we gewoon lekker een praatje doen. En kan Simon zichzelf verdedigen. Ja, dat had ik al een keer gevraagd. Nu. Maar dan moet jij tegen... Jij zou nog een keer zeggen... Jullie zouden een keer kijken wanneer het beste voor jullie uit zou komen. Oh. Hey, Lucky Egg. Dat is wel chill. Echt dan? Ja. Oké. Okay. Heb ik trouwens weer niet gelezen wat ze allemaal zei. Dus we gaan gewoon op gevoel verder. We gaan bovenaan de toren gaan. Dat denk ik ook. Waar is die Lucky Egg dan? Daar. Hoe? Zit ik weer te eten, hè? Hey, Fakka. Nee? Huh? Voeg maar even vlog op. Ja, nee, misschien moet je even je bek. Ik moet even mijn riemen. Gaatje los gaan doen. Dit wordt helemaal niks, joh. Oh. Wat ben je aan het doen? Een gaatje los aan het maken. Wat zeg je? Waarom moet je een gaatje losmaken? Ben je een beetje dik aan het worden? Nee. Nee, noem me niet altijd dik, Daniel. Doe niet altijd. Noem me gewoon een stevige boja. Nee, moet wel eerlijk zijn. Je moet je bek houden. Nee. Ik ben dat gedrag van jou helemaal zat. Ja, en? Is dat mijn probleem of jouw probleem? Nee, dat is mijn probleem, dat klopt, maar... Ja, gewoon. Ik vind jou gewoon een stomme jongen. Ja, maar alleen dat je dik bent betekent niet dat je alles mag zeggen. Dat Metal of Super Effective was of Bug, maar niet dus. Niet dat ik weet, nee. Nee. Hey, Smackmite. Oeh, nice. Waar heb ik een... Oh ja, Double Kick. Ja, dat is super effective op steel natuurlijk. Ja. Ja, maar Stefan, even serieus. Alleen omdat je dik bent, betekent niet dat je alles mag zeggen, hè? Dat is nog een callback van heel lang geleden, weet je nog? Ik weet het, maar... Dat komt voor weer zo uit het niets. Waarom moet je me weer uit het niets opeens weer dik noemen? Dat ik me daar herinnerde. Dat is ook wel leuk. Oké. Is daar wat mis mee? Ja. Wat dan? Ik ben niet dik. Ik ben gewoon een beetje stevigjes. Klopt. Een beetje maar. Beetje maar. Kijk. Je kan mijn dikheid niet in kilo's uitdrukken. Nee, kut, ik zeg het verkeerd. Je kan mijn dikheid niet in woorden uitdrukken, maar wel in kilo's.
Je bent zo dik dat je niet eens meer zo op 1 kilogram kan uitgedrukt worden. Dat vind ik wel een, dat vind ik een mooie, Stefan. Die ga ik vaker gebruiken. Ja, je hebt nu al het voornemen om mij nog vaker dik te doen dan dat je al doet. Ja, jij bent degene die het gezegd hebt, en niet ik. Jij bent degene die het gezegd heeft, en niet ik. Ja, maar ik mag het over mezelf zeggen. Ik ook. Jij mag het inderdaad over jezelf zeggen, maar... Ja, ook over jou. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Maar je doet het denk ik wel. Je hoeft ook niet steeds te zeggen dat je me door je moeder wil opeten. Ik wil je door je moeder helemaal niet opeten. Dat heb je vaak genoeg gezegd. Kut, nou is hij dood door jou. Door mij? Ja, welke had ook weer een dark aanval? Deze toch? Oh, god. Nee. Had ik toch wel blijven. Oké, okay, daar is de zuster. Die gaat mij healen. Zit hij weer te vreten, hoor. Zegt hij altijd tegen mij van, ja, je moet niet zoveel vreten. Gaat hij zelf zitten vreten? Ja. Hoe moeilijk wil jij mij het maken, Daniel? Eén van ons twee moet het doen, toch? Als jij niet doet, doe ik het wel. Nou, oké, okay, prima. Smaak eten. Ik hoop dat je erin stikt. Zit hij nou... Wat zit hij nou te doen dan? Wat? Het is de Screecher, maar dat... Roselia, dan hebben we vuurpokémon. Maar wij hebben ook geen vuurpokémon, hè? Jawel. Ja, dat nee. Maar eentje die vuur moet vatten. Ja, Odita's kon een vuuraanval, maar die hebben we niet meer. Daar wil je toch gewoon een Snorlax? Wel, we even Snorlax flamethrower leren. Ja. Even kijken waar we Snorlax kunnen vinden. Heb je Snorlax al? Flamethrower kunnen vinden. Oh. Weet je, Snorlax is dik. Ze laat waarschijnlijk ook veel scheten, toch? Doen dikke mensen veel scheten laten, Stefan? Ik weet niet of dikke mensen veel scheten laten. Okay, ik persoonlijk laat echt vieze harder veel scheten, ja, maar... Ja. Dus ik kan niet voor alle dikke mensen in de wereld spreken. Nou, ik denk het wel. Maar, dus als je gewoon een vlammetje bij je scheet houdt, dan heb je een vlammenwerper. Dus als je gewoon een klein aanstekertje bij Snorlax houdt, kan die vast en zeker flamethrower. Zou je het niet vlammenwerper, maar vlammenwerver willen noemen? Ah, oh, sorry, is goed. Vlammenwerper. Dat gewoon even de Duitse taal in ere houden. Kijk, ik heb een Easy Clap. Dat is een normal Pokémon. En ik ken toevallig Double Kick. Weet je dat? Spinda en... Als je de S weghaalt, heb je Pinda. En Pinda is een eten. Pinda is eten, ja, dat weet ik. Natuurlijk weet je dat. Lekker, Pinda's. Hou je van Pinda's? Ik hou wel van Pinda's, ja. Heb je wel eens honingpinda's gegeten, of niet? Ja, ook wel. Zo fucking lekker, hè. De oven roasted honey penis. Super lekker. Bitter, dat doet minder damage dan ik had gehoopt. Het is omdat die psychic is. Dus dat negate de fight. Dus als hij meer psychic is dan steel, dan moet je een bug op hem gebruiken. Maar dat hebben we niet. Ground. Als hij geen levitate heeft. Hij heeft levitate. Dawn, fire. Ja. Maar onze enige vuurpokémon, die heb jij weggedaan. Doe nou vlammenwerper zetten op Snorlax. Ik heb toch nog geen vlammenwerper, denk ik. Weet je het zeker? Dat weet ik niet zeker. Zullen we het even nakijken misschien? Ja, is goed. In de volgende aflevering. Mensen, bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende keer weer. Doei! Mwah, mwah, mwah.